Het is alweer 7 jaar geleden dat de Jumbo Run in Berchem werd georganiseerd. Reden te meer om de 50ste editie van dit evenement weer naar ons dorp te halen. Ruim 150 vrijwilligers zetten zich in om maar liefst 250 kinderen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. De kinderen werden opgehaald bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en het revalidatiecentrum in Arnhem. Met de motoren werden ze vervoerd naar het sportcomplex de Koppelsteeg, waar ze een feestelijk programma gepresenteerd kregen. Maar voordat ze daar waren, reden ze door een rijk versierd dorp en werden toegejuicht door een enthousiast publiek. TV Berchem was ook paraat en maakte deze samenvatting. Anton, 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 zo knap.
een idool. Ja, dat is Antonaus Kino. Maar hij had zijn lichaamshow voor alle meiden rotsen in de Antonaus Kino. Ben je ook al met de brandweer mee geweest? Met de trui? Daar ga je. Wil je wel met de trui? En dan gaan we dadelijk even allemaal met de handen van links naar rechts. Goed, komt ie. Zijn het haflingers? Dat zijn haflingers, ja. Hè? Hier zit toch de... Ja? Nee. Hier zit de condenseur, hè? Ja. Oh. 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 Ja, dit is niet spannend, toch? Hey, baby. Ah. I wanna know if you'll be my girl. En jullie een ritje meemaken? Ja. Ja? En hoe heet het ding waarin jullie opzetten? Een trui? Ja. Hebben jullie al mee met de brandweerwagen? Ja. En met de huifkarton? Ja. En het sminken, dat zie ik. Ja. En de frietjes? Ja. En oliebol? Oliebol ook nog niet, of wel? Al je zorgen eet je weg. Kom naar mij, kom naar mij. Jeet? Wel. Wel toch? Kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nek, je de rest van de weg erbij. Zoek je zoeken, wil je meer? Jouw bedienen is er weer. Proef het maar, het is overheerlijk. Sterke ootje voor de eerlijk. Zie mijn zang en aan dans.
much love as a man is she. He took my will, he wanted to drill. Administrated report of fire. I get along high with my name. He came along and blew me high. Watch it's a man, love the sky. Administrated report of fire. He kissed me, baby. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love is you. Yep, I'm so kind that you tell this world that you're my. You sink my nails to wear my drops. With all in your spiritual fun. Come on, baby. You hold me crazy. Goodness great. Well, kiss me, baby. Ooh, feels good. You hold me, baby. Well, I want to love you like you love is you. You're fine, so kind. Got you tell this world that you're my. You sing my nerves, you wear my trunks. With our nervous blue shirts, fun. Come on, baby. You hold me crazy. Goodness great.
zit het goed. Als jij maar hier bij me bent. Elk moment en elke zoen wil ik je wel 10 keer overdoen. Als jij maar hier bij me bent. Die houden we nu van haar klappen. Wat een heerlijke dag. Het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen. Hey, die gaan we dromen. Tja, wat een heerlijk gevoel. De hele wereld lijkt zo cool. Ik wil je eindeloos beminnen. Mensen die kunnen springen, we gaan springen. Wat een heerlijke dag. Het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen. Die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel. Ik kan je eindeloos beminnen, als ik begrijp wat ik bedoel. Ik wil je eindeloos beminnen, als ik begrijp wat ik bedoel. Geef mijn dansers en danseressen een keihard applaus! Nou, perfect. Hè? Ja, vanmorgen waren we allemaal op tijd hier, bijna 8 uur. En er waren al mensen die hier voor de poort staan te wachten. Ik moet zeggen dat er op dit moment zo'n 120 tot 150 vrijwilligers mee zijn om te helpen hier om die dag te doen slagen. En dan heb ik zelf om 10:15 mijn motor gepakt en gezegd van ik ga eens even door Bergen rijden. Want wij proeven niet wat er in Bergen leeft. Zeker niet als je hier op het sportcomplex de Koppelsteeg van Berchem Sport zit. En waar je dan hard moet werken soms, maar soms ook echt moet genieten. En daarbij komt dus op de motor door Bergen, ja, dan krijg je kippenvel. Ja, ook de mensen langs de kant. Ja, het is gewoon ontroerend als je al die motors en die kinderen ziet. Ja, het is echt iets bijzonders. Als je in zo'n dorp rondrijdt en je ziet dat er overal vlaggetjes, ballonnen, enthousiaste mensen bezig zijn om het sfeer aan te brengen aan de route van binnenkomst en eruitgaan. En dan komt vanmorgen om 11 uur de eerste commandowagen aan en 11:15 stopt de stoet. Nou ja, soms denk ik wel eens ooit, is maar goed dat ik een zonnebril op heb. Dan kan ik mijn traantjes wegdampen. En het weer werkt ook. Ja, we hebben tot nog toe 7 druppels gehad. Nou ja, die 7 druppels die kunnen we wel vergeten. Het komt ook door de wind, denk ik. Ja, het is maar goed. Het waait allemaal gelukkig richting Herp en Ravenstein. Ja, die hebben dan wel even iets weg. Maar het is 100% meegevallen. Temperatuur is goed. Mensen kunnen met een t-shirtje rondlopen. Zijn erbij die gewoon echt helemaal door een dak gaan. Nou, we hebben een mooi programma. We hebben een programma waar het feestteam actief is geweest. Argeet heeft voor de plaatselijke artiesten gekozen. Nou, je hebt net zelf gezien de brandweer. Hè? De brandweer die hier spontaan met 2 wagens kinderen gaat rijden door het dorp. Henny Bloem met zijn konuiten, hè, met de trikes. Onvergetelijk. En dan hebben we de huifkarren. De huifkarren die gespecialiseerd zijn om een rolstoel naar boven te brengen. Ja, je ziet, ze zitten vol, zwaaien, zijn heel enthousiast en wij zijn enthousiast. Maar moe, we zijn ontzettend moe. Ja.
Maar het is een prachtig gezicht als je al die motors en die zijspannen ziet staan langs de weg. Ja, ja, dat staat voor een paar miljoen langs de kant. Hè. We moeten niet vergeten dat er 195 motoren met zijspannen staan. En waarin nieuwe, ultramoderne motors zijn, maar ook oldtimers. En ze zijn allemaal vrij prijzig en ook heel zeldzaam. Dus dat moet ook bewaakt worden. En daar hebben we een heel enthousiaste groep die daar rondlopen dat er niks met de motoren gebeurt. Ja, want ik zag daar een heel leger politieagenten. Ja. Die lopen ook continu op. Ja, ja, dus, de KLBD die begeleidt de stoet. Het is een stoet van 5 kilometer. En die rijden van en naar de plaats, hè, dus vanuit Nijmegen naar hiertoe en vanuit Arnhem naar hiertoe. En onderweg worden zo'n 40 ordonnansen of verkeersregelaars, die zetten die weg af. De politie is er met 16 KLPD-motoren en er rijdt één commandowagen voor. En die commandowagen die bepaalt de snelheid, maar die zegt... 10:45 zijn we in Bergen, wat er ook gebeurt. Dus die tijd die ze ergens verliezen, die wordt gecorrigeerd door iets harder te rijden of iets langzaam te rijden. En jij hebt het gezien, Jos, 10:45 stond de eerste wagen stil. Ja, alles loopt op tijd. De tijd geklopt. Ja. Dus, hey. Ik hoop dat nog de hele dag verder ook nog een prachtig gaat verlopen. Dat hopen wij ook. En we gaan dadelijk naar het Emmetrommel luisteren van Niek Persen. Ja, dat... En we gaan in Polonaise naar de motoren. Oké. Okay. Dankjewel. Hey. Van die mensen in Bergen, ik kreeg de tranen in mijn ogen. Het is net Koninginnedag in Amsterdam. Een warm ontvangst.